Ja, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar deze aflevering van Vita TV Special. Net zoals vorig jaar kwamen wij vanavond weer uit de lift. Dus dat betekent dat we deze keer bij de Open Avond 2013 zijn. Zoals je ziet staat deze keer de hal hier nog niet vol en dat is omdat het nog niet begonnen is. Maar dat betekent wel dat we jou mee kunnen nemen op wat dingetjes die je normaal niet zo snel zou zien. Zo hebben we bijvoorbeeld weer de karakteristieke Oelbertasjes die vroeger altijd met het mooie oude logo waren en tegenwoordig met het nieuwe groene ding, ja, logo. En als ze hier dan binnenkomen dan kunnen ze zich hier natuurlijk inschrijven op de lijst en dan krijgen ze een enquête mee en een kaartje om de route te kunnen snappen en pennen. Oh, ze hebben hier ook mooie Oelbert-pennen. Kijk dan. Oelbert, altijd een stap verder. Een stap verder. En op het gebied van plinten ook een stap verder. Want de plinten zijn afgelopen week weer geschilderd. Ja, dat is natuurlijk extreem nuttig voor de Open Avond. De plinten zijn geschilderd, jongens. Ja, het is ongeveer 16:30 nu. De Open Avond begint over een half uurtje en ik loop hier nu nog in een lege gang. En de gang is leeg omdat onder andere de docenten er nog niet zijn. Want die zijn momenteel heerlijk aan het genieten van lekkere broodjes en een soepje van mevrouw Van Osta. U bent ook weer lekker aan het koken geweest, zie ik. Ja, ik kan jullie minestronensoep aanbieden of kippensoep. En lekkere broodjes. Zelfs dat nog. Zelfs dat nog. Heeft u ook weer gekookt voor de Open Avond voor de gasten? Ook voor de gasten hebben we hapjes, of gaan we hapjes maken die door leerlingen gemaakt en geserveerd worden. Dus dat gaat vanavond ook weer gebeuren. Gaan mensen lekker verwennen. En wat voor gerechtjes heeft u voor de gasten zo gemaakt? Oh, dit is een beetje brood met Italiaanse ham en een garnituurtje. Iets met tonijnsalade, iets met mozzarella en tomaat. Een beetje mediterraans is het. Oké, klinkt goed. Oh, en ook een heel leuk nieuw ding dit jaar is dat jij tijdens de Open Avond hier in Agora in plaats van in de aula Vita TV kan kijken. Dus dat betekent wanneer jij de rondleiding hebt gevolgd en even hier in de Agora een hapje en een drankje wil komen nuttigen. Ja, ondertussen naar Vita TV kan kijken, hè? En wie wil nou niet naar Vita TV kijken, hè? Want dat is geweldig. Ja, en dan komen we de roostermaakster tegen, hè? Hoe gaat het met u, mevrouw? Bij mij gaat het heel goed, hoor. Ja. Ik heb meestal niet zoveel te doen op de Open Avond, want ouders komen natuurlijk niet om het rooster te bekijken van hun kind, want dat is er nog niet. Maar daar ben ik wel de hele vakantie altijd heel druk mee bezig. Oké. Ja. Ja, hoe werkt dat nou precies als u zo'n rooster gaat maken voor ons? Nou, ik krijg van de schoolleiding bepaalde voorwaarden door. Van nou, waar moet het aan voldoen? Mogen er wel of geen twee klassieke talen op één dag bijvoorbeeld? Dat richt ik allemaal in het programma. Het programma gaat daarmee aan de slag. En gaat dus allerlei formuletjes uitrekenen en probeert daar het mooiste van te maken. En dan zijn er altijd nog opmerkingen waarvan ik denk van ja, hij vindt het een mooi rooster, maar ik zou toch eigenlijk die ook liever nog niet willen hebben. Dan komt er een 10e uurtje uit of zo voor een 5e klas, wat ik helemaal niet wil. Kunt u wat vertellen over Latijn en Grieks? Graag zelfs, want ik doe hier haast niet anders, zeg maar, om ons mooie vak te promoten. Ik vertel hier bijvoorbeeld dat we het boek Disco gebruiken. Disco klinkt heel swingend en dat is het eigenlijk ook. Maar in het Latijn betekent het ik leer. Ja, ouders zijn eigenlijk heel erg geïnteresseerd in wat een decaan op school doet. En er zijn ouders die ook de lessentabellen mee willen nemen, omdat ze geen zicht hebben op wat er op dit moment op school eigenlijk allemaal aangeboden wordt, hoeveel verschillende vakken leerlingen hebben. En willen gewoon eigenlijk heel graag weten hoe wij de leerlingen door de school heen loodsen naar een leuke studie. Nou, dat vind ik eigenlijk heel erg leuk vanavond. Nou, er is grondgevallen kei, dus we gaan nu de pleister met besmettingsmiddel. Dan gaan we op de leerling plakken. Ja, dat zijn er minimaal 4. Deze leerling, deze uitstaande leerling, prikt niet. Maar dit zijn de gaat snel dicht. Oh, dat kan je afsnijden. En natuurlijk hebben we ook nog wiskunde, hè? Meneer Vermeulen, bent u ook bezig geweest met wiskunde? Nou, ik ben bezig geweest om deze puzzel in elkaar te leggen. En hoe staat het ermee? Nou, nog niet zover, want het kost heel veel werk om dit netjes uit te knippen. Nou, dat valt me toch wel een beetje tegen van u, ja, hoor. Maar ja, maar goed, ik ga nu nog even naar het aardrijkskundelokaal en dan ga ik die van het weekend thuis lekker afmaken. Oh, dan willen wij maandag het eindresultaat zien. Ik denk het wel. Die laat ik, kun je op mijn fotootje twitteren. Fotootje twitteren, zal ik doen, ja? En we lopen lekker door naar de gymzaal. En de gymzaal komt alweer in zicht, want het is altijd gezellig in de gymzaal, hè. Eens kijken of ze dit jaar weer leuke muziek hebben gevonden. Ja, en als je nou niet snapt waar ik het over heb, moet jij gewoon lekker even de special van vorig jaar kijken. Ja, daar hebben we mevrouw Jansen weer. Ah, mag het niet meer. Ah, mevrouw Jansen wil niet meer. Eens kijken. Is het dit jaar wel goed gelukt met de muziek? Is dit jaar wel goed gelukt met de muziek, mevrouw? Hartstikke goed gelukt. Je hoort het? Je hoort het? Ja, ja. Het is deze keer wel goed uit. We krijgen het wel voor elkaar. Oh ja, ik heb die klops gezegd. Die zijn nou niet echt niet meer. Dan gaat het stukje kloppen. Ja, het gaat sowieso goed met de landenpuzzel. Hoe gaat het met u, meneer? Het gaat goed. De landenpuzzel geeft een grote succes. Dus het is bijna op alles. Het was een helemaal vol stapel, dus het is bijna op. Dus niks meer. En de leerlingen vinden het buitengewoon gewoon interessant om de landenpuzzel in te voelen. Ja, dus u heeft het goed druk gehad vanavond? Best wel, ja. Best wel. Ik heb er zelfs een keelpijn. Er heel veel gesproken. Oh, vanavond... ja, vanavond een borreltje. Dat komt helemaal goed. Ja. Hoe staat het ermee, meneer Theos? Nou, het is kei druk. Ik heb ik heb koffie staande opgedronken, zeg maar. Dus ik vind het prima. Hartstikke leuk. Mensen doen hele leuke dingen. En volgens mij iedereen die komt kijken, die is blij. En hoe gaat het met u verder, mevrouw? Ja, uitstekend. Ik vind dat ik nog verbazingwekkend fris ben na zo'n lange dag. Ja. Ja? Ja, leuk. Veel belangstelling gehad, ondanks het slechte weer. Maar enthousiaste mensen, Fransen binnen gehad, Italianen. Dus... ja, ik hoop dat het een voorbode is van een succesvol Oelbertjaar. Hoe gaat het met u, mevrouw? Het gaat geweldig. Ik ben erg enthousiast. Er zijn veel enthousiaste leerlingen geweest. Ik verwacht veel nieuwe aanwas voor het komend jaar. Ja? Heeft u ook weer zin volgend jaar daardoor? Zeker, tuurlijk heb ik er zin in. Leuke nieuwe leerlingen erbij, altijd gezellig. Dus we beginnen opnieuw. Hoe gaat het met mij? Uitstekend, Bram. Ja, dat is mooi. Heeft u het druk gehad vanavond? Ja, maar wel ontzettend leuk. Er waren veel mensen. En veel enthousiaste vragen ook, maar ook enthousiaste reacties. En ja, ik ben heel tevreden. Ja. Oké, dat is mooi. En vindt u het beter gegaan dan vorig jaar tot nu toe? Het lijkt wel alsof de mensen wat niet zo in golven binnenkomen, maar de toestroom wat gelijkmatiger is. Dan heb je ook meer tijd om met mensen te praten, dan heb je ook gidsen voor iedereen. Dus ja, ik heb de indruk dat het beter gegaan is. Maar dat heb je niet in de hand op welk moment mensen binnenkomen. En op welk moment mensen denken van nu ga ik echt het Oelbert bekijken. Oké. Het is heel goed gegaan. Een groot succes. Heel veel enthousiaste mensen. Enthousiaste docenten en enthousiaste Vita TV. Ja, het is echt een mooie avond geweest. Enthousiast. Iedereen is enthousiast en dat is terecht. Want we zijn natuurlijk een berengoede school, hè? Bent u het daarmee eens, meneer? Ja, ik ben het helemaal met meneer de Jong eens. En als je nou naar die kaart kijkt, dan zie je weer dat we het in de regio ook hartstikke goed doen. Hè? Heel veel leerlingen komen uit Oosterhout, dat is natuurlijk logisch. Er zijn ook heel veel kinderen in de regio uit Maden, Geertruidenberg, uit Dongen, uit Rijen, Teteringen. Die overwegen om naar onze school te komen. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Ja, het beste VWO van de regio, toch? Dat zijn we zeker, het beste VWO van de regio. En dat blijven we ook. Regio? Van ver daarbuiten ook nog, hè? Een 9 hebben we gescoord. Nou, er zijn nog maar 2 gymnasia in Brabant die een 9 gescoord hebben. Dat was Telegim en Dan Bos, nou dat is 100 kilometer. Of misschien wel 500 kilometer. En dan hebben we nog Gorkum, dat is ook minstens 100 kilometer. Dus we zijn verreweg in de verre omgeving de beste VWO-school. Oké, dank u wel. Succes, hè? Ja, dank u wel. Wat hebben we vanavond gedaan? We hebben docenten geïnterviewd. We hebben weer wat leuke proefjes gezien. We hebben weer leuke dingen meegemaakt. We hebben de kelder gezien met meneer Schippers. Dat wordt een aparte video, die kan jij binnenkort ook op dit kanaal kijken. En ik zie jou graag de volgende keer bij Vita TV. Hoi! En het is trouwens gelukkig weer droog.